De list van Ambiorix. Nadat Gallië veroverd was door de Romeinen ten tijde van Keizer rond 53-54 voor Christus, heerste er een hongersnood onder de legioenen. Er was niet genoeg voedsel. De Eburonen, gelegen tussen de Maas en de Rijn, waren ook veroverd door Keizer. Ondanks dat ze veroverd waren, mochten hun leiders, Catavolcus en Ambiorix, toch nog regeren over hun volk, zolang ze aan de Romeinen gehoorzaamden. Keizer zond zijn legioenen uit om winterkampen op te slaan in de buurt van de veroverde stammen, waaronder de Eburonen. Deze moesten graan afgeven zodat de legioenen voedsel hadden, maar zelf ging Keizer niet mee. 14 dagen nadat het kamp was opgezet, was er een opstand. Onder leiding van Ambiorix vielen de Eburonen het winterkamp plots aan. De Romeinen hadden het zelf niet verwacht, zelf waren ze namelijk met veel meer, maar toch namen ze snel de wapens. Al snel zagen de Eburonen dat ze niet konden winnen van de Romeinen, dus riepen ze om te onderhandelen. Bij de onderhandelingen zei Ambiorix allereerst dat hij Keizer dankbaar was, want door hem was zijn volk verlost van de belastingen van het volk van de Aetolatuki. En was zijn familie bevrijd. Hij zei ook dat hij zelf niet had gekozen om aan te vallen. Hij had evenveel macht als zijn volk en werd door hen gedrongen om aan te vallen. Die dag was namelijk de dag dat alle Galliërs hadden afgesproken om de winterkampen aan te vallen. Zo konden deze elkaar niet te hulp schieten. Ambiorix waarschuwde dat er na 2 dagen Germaanse hulptroepen ter plaatse zouden zijn om ze aan te vallen. Hij smeekte hen om voor hun eigen bestwil met soldaten naar de andere kampen te gaan om hen bij te staan bij de aanvallen van de andere Galliërs en de Germanen. Dit zou ook een voordeel voor hunzelf zijn, want zo was hij verlost van het winterkamp. Delegatus ging hiervan verslag uitbrengen aan de leiders van het winterkamp, Sabinus en Cotta. Deze waren van hun stuk gebracht. Cotta zei dat we in welk geval dan ook nooit de vijand mochten vertrouwen. Het is ook tegen Keizers gezag om het winterkamp te verlaten zonder bevel. Sabinus vertrouwde Ambiorix, want hij heeft ons redenen genoeg gegeven om hem te geloven. Sabinus wou vertrekken, Cotta wou blijven, omdat dit tegen het gezag was. Als we morgenochtend vertrekken, kunnen de troepen van Cicero op tijd helpen. Sabinus won uiteindelijk de discussies en 's ochtends vertrokken ze. Alle soldaten gingen mee uit het kamp. Toen de Eburonen merkten dat ze gingen vertrekken, stelden ze zich op aan de beide kanten van een diepe dal waar de Romeinen moesten passeren. Toen het leger in de vallei was, vielen de Eburonen van beide kanten aan. De achterhoede werd aangevallen en de voorhoede kon niet uit het dal klimmen. Er heerste grote paniek en verwarring. Cotta dacht al dat dit kon gebeuren en wilde daarom niet vertrekken. Hij deed er alles aan om de soldaten aan te moedigen. Toch delfden de Romeinen het onderspit. Nadat Keizer dit vernam, was hij woedend en zwoer hij alle Belgische stammen uit te roeien. Ik wil melden dat alle troepen door de heer, de Gallische heer Ambiorix, zijn verslagen. We denken dat hij de oorlog heeft verloren. Hoe kan dat? Dat kan toch niet? Jawel, we hebben zo'n sterke troepen, dat kan niet! Jawel, meneer. Dat kan niet! Get out! Out of Rome!